Mijn naam is Anne en ik heb hier een foto van mijn oma Loes en mijn opa Jan. Mijn oma was in 1940 23 en mijn opa was 29. En ze woonden in Alkmaar, ze waren net getrouwd. Hi, ik ben Floor. Dit zijn Kees en Jet van de Pannen. Zij waren 17 en 19 toen de oorlog begon en ze woonden in Eindhoven. Ik ben Josja. Dit is mijn oma Anneke en ze was 7 jaar toen de oorlog begon en woonde in Haarlem. Hallo, ik ben Emmee. Dit is Tilly en dit is Wil. Tilly komt uit Tiel en Wil komt uit Rotterdam. En zij waren allebei 6 jaar oud toen de oorlog begon. Mijn naam is Fred en dit is mijn vader Wim achter bij zijn vader op de fiets in 1940. Mijn vader was 12 en woonde in Groningen. Hallo, ik ben Noël Keulen en dit is mijn oma, Mary. Zij was 26 toen de oorlog begon en woonde in Roermond. Ik ben Ayal Oost en dit is mijn oma Willy Slachter. Ze is geboren in 1936 en was 4 toen de oorlog begon. Ik ben Roos, dit zijn mijn opa en oma. Opa Jan en oma Fien. En toen de oorlog begon waren zij 26 en 22 jaar en woonden in Harmelen. Ik ben Michaela, dit is mijn oma. En net toen de oorlog begon is ze geboren en ze woonde in Den Haag. Hoi, ik ben Marieke. Dit is mijn oma Betsy en zij was 16 jaar toen de oorlog begon en woonde in Enschede. Ik ben de kleinzoon van Piet Mekking. Piet Mekking zat bij de marine. Dit is meneer Isebout. Heb ik ontmoet bij de Veteranendag. Ik heb hem daar geïnterviewd. Hij was 17 toen de oorlog uitbrak en hij woonde in Middelburg. Dit is mijn oma, Noonie van de Bos. Ze komt uit Veenendaal en ze was 21 toen de oorlog begon. Ik ben Matteo. Dit zijn Willem van der Grijn en Geertje de Jong, mijn opa en oma. Zij waren 36 en 38 toen de oorlog uitbrak in 1940. Zij woonden in Ameide. En dit zijn de officiële persoonsbewijzen die ze altijd bij zich moesten dragen. Met vingerafdrukken erin. Ja. Opa en oma. Dit is mijn overgrootvader, Klaas. Toen de oorlog begon was hij 38 en hij woonde in Horen. Dit is Corrie Flint, mijn oma. Ik ben Debbie, dit is Rie Horst. Zij is de oma van mijn beste vriendin. Zij is vorige week overleden en was 24 in de oorlog toen de oorlog begon. En zij woonde in de Meren. Ik ben Chris, dit is mijn oma Beb. Toen de oorlog begon was zij 22 en woonde toen in Amsterdam. Ik ben Sophie en dit is mijn opa Gerard. Hij was 23 toen de oorlog begon en woonde in Eerbeek. Hoi, ik ben Leroy Braat en dit is mijn overgrootopa Gustav Braat. Met de mobilisatie zat hij bij de cavalerie. Hij was 28 toen de oorlog begon. Hallo, ik ben Danielle Reinier Willemsen van Masterpiece. Dit is mijn vader Reinier. Hij komt uit 1932 en was 8 jaar in de oorlog en woonde in Utrecht. Dit is Dick Beyer, dat is mijn grootvader. Die woonde in Kortenhoef toen de oorlog uitbrak. Hij was toen 21 jaar. Maar deze foto is genomen net na de oorlog, dus hij zou toen 26 geweest zijn.
Mijn naam is Kimberly Grimwis en dit is mijn opa Klaas Grimwis uit Oudorp. Ik ben Carly en dit is mijn opa Jan Jager, gefilmd door Prins Bernhard tijdens de mobilisatie. Hij is nu 96 jaar en toen de oorlog begon was hij 23 jaar. Deze foto is genomen in Voorthuizen in maart 1940. Ik ben Brenda van Ekeren en dit is mijn opa, Kees Boersma. Toen de oorlog begon was hij 33 jaar oud en hij woonde in Driebergen-Rijzenburg. Ik ben Karne Hazelhoff-Roelsma en dit is mijn vader Erik Hazelhoff-Roelsma. Toen de oorlog begon, hij was 23 jaar. He lived in Wassenaar. Hij is mijn inspiration. Aloha. Hoi, ik ben Kelsey. Dit is mijn oma Annie. Ze was 11 toen de oorlog begon en ze woonde in Haarlem. Ik ben Tuin McQueer. Dit is mijn oma, Corrie Bol van Loon. En ze was 6 jaar toen de oorlog begon. En ze woonde in Zevenbergen. Ik ben Evelina de Beer. En dit is mijn overgrootmoeder, Maria den Hortog. Zij was 67 jaar en woonde in Rotterdam. Oostplein toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Een oorlogsgetuige is mijn opa, een jonge soldaat die gevochten heeft in D-Day Normandië, daarna in het plaatsje Hulst, Zeeland, beland, verliefd geworden op een Zeeuws meisje, mijn oma. Dit zijn mijn zusjes met mijn ouders, geboren in 42 en 43, in de oorlog. In 44 zijn zij van Amsterdam naar Friesland gebracht om de hongerwinter te overleven. Zij zijn er nog.
Hallo, ik ben Jeroen de Rooij en dit is mijn oma, Marietje de Rooij. Zij is geboren in 1918 en woonde in Eindhoven. Toen de oorlog begon was zij 22 jaar. Helaas is zij 12 januari dit jaar overleden. Ik ben Sjoeki Draaisteel Zondervan en dit zijn Teunie en Jelke Zondervan. Zij waren 20 en 21 jaar aan het begin van de oorlog en woonden in Vraneker. Ik ben Manuela Hoofdstad. Dit zijn mijn opa en oma. Mijn oma Aafje was 9 toen de oorlog begon. Mijn opa Jaap 12. Van mijn oma heb ik een kistje gekregen met allemaal spullen uit de oorlog. Ik ben Danielle van der Zanden. Dit is mijn opa Willem Maurer en zijn eerste vrouw en kind. Die zijn omgekomen door een V1-bom. Mijn opa was 40 toen de oorlog begon en hij woonde in Bergen op Zoom. Maar hij was in Duitsland te werk gesteld. Ik ben Reselieke Vlieger. Dit is mijn moeder Therese Pruis en haar moeder Therese Groos. Mijn oma was 29 toen de oorlog begon en 2 jaar later werd mijn moeder geboren in Jappenkamp op Sumatra in Medan. En daar heeft ze tot haar 3e gewoond. Ik ben Fred Fleury en dit is mijn vader, Freek. Hij was 19 jaar toen de oorlog begon. Hij woonde in Amsterdam-Oost, dook onder en trad daar toe tot het verzet. Ik ben Mireille en dit is mijn lieve, dappere oma Betty, Elisabeth van Zwanenberg. Ze was 17 jaar toen de oorlog begon en woonde met haar ouders, een Joods gezin, in Uden, Noord-Brabant. Ik ben Tanja Rademakers Houthuizen. Dit is mijn opa, Pieter Houthuizen. Hij was in de oorlog 17 jaar en hij woonde in Rotterdam. Ik ben Anne Heezakkers en dit is mijn opa Wim Hoogzaat. Hij was 18 jaar toen de oorlog begon en hij kwam uit het Brabantse Schijndel.
Jackie van der Braak en geboren in 1935. En dit is een foto gemaakt op mijn eerste heilige communie in 1942. Zo blijft het verhaal.